Een goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze speciale aflevering van Vive le Vélo, waarin we het afgelopen wielerjaar gaan fileren. En we gaan dat doen vanuit Antwerpen, de stad waar Vlaanderens mooiste nu toch al een paar jaar vertrekt. Het havenhuis is uitgegroeid tot een landmark in Antwerpen. In dat havenhuis komen verleden en toekomst van de Antwerpse haven samen. De oude brandweerkazerne bleef bij de renovatie behouden en gaat nu op in het monumentale ontwerp van de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid. Het glazen gebouw in de vorm van een romp van een schip verwijst naar Antwerpen als diamantstad. Terugblikken op een heel mooi wielerjaar 2019, vooral mooi voor de Belgen, gaan we doen met drie mannen. Met een welp, een wolf en een iets of wat oudere vent. Eddy Plankaert is al jaren een vaste waarde aan de Vive le Vélo-tafel. Op zijn rijk gevulde erelijst staan onder meer twee overwinningen in de omloop Het Nieuwsblad, toen nog Het Volk, twee keer winst in E3 Harelbeke, groen in de Tour, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Een erelijst waar de twee jonge snaken aan tafel ongetwijfeld likkebaardend naar kijken. 2019 was een jaar met twee gezichten voor Wout van Aert. Na een pak ereplaatsen in de voorjaarsklassiekers ontpopt Wout zich in het criterium du Dauphiné tot een begenadigd sprinter en tijdrijder. Hij kroont zich ook tot Belgisch kampioen tijdrijden en zegeviert na een fenomenale sprint ook in de Tour. Op Franse wegen eindigt na een pijnlijke val ook abrupt zijn seizoen. Remco Evenepoel is 19 jaar en kwam het profpeloton binnen met een big bang. Als jongste welp van de Wolfpack verbaast hij zelfs teammanager Patrick Lefevre. Ritwinst en eindwinst in de Ronde van België, Europees kampioen tijdrijden, zilver op het WK tijdrijden en vooral een prachtige solo in de Classica San Sebastian. Met deze drie gasten fileren we het afgelopen koersseizoen. Welkom bij Vive le Vélo, wielerjaaroverzicht 2019. Van de Poel komt er Jandori ook nog uit. Het is Van de Poel die de Amstel Gold Race wint. Kom op, Phil. Hier ligt je kans. Philippe Gilbert wint Parijs-Roubaix. Een fantastische overwinning voor Julien Alaphilippe. Het is de toptijd voor Remco Evenepoel, de prins van Schotland. Evenepoel is weg, alleen. Ja, uiteraard zijn we binnengekropen voor dit wielerjaaroverzicht, deze Vive le Vélo special. We willen deze mannen niet aandoen om buiten te zitten in deze tijd van het jaar. Ze moeten gezond en wel blijven. Welkom Wout van Aert, welkom Remco Evenepoel, welkom Eddy Plankaert. Eddy, ik ga de eerste vraag aan jou stellen. Probeer het wielerjaar 2019 eens te omschrijven in een paar zinnen. Dan zie ik eigenlijk wel wat te verwachten was, dat de oudere harde zich een beetje moet gaan schikken naar de jongere harde. Want wij zien de jonge elementen komen die koersen winnen, die koersen kunnen afmaken. Dan hebben wij ook de trainingsmethodes. Zijn ze wel de wetenschappelijke trainingsmethodes? Zijn het wel de juiste? Als je ziet wat er gebeurt met de mensen die uit het veld rijden komen, die krachtinspanningen doen, die wedstrijden weer naar de hand zetten en winnen. En dan natuurlijk het spijtige in 19, het drama natuurlijk, met Wout, die daar eigenlijk bij een ongeluk nog wat geluk heeft. Want voor hetzelfde geld was het nog erger geweest. En natuurlijk onze Bjor Lambrecht, die wij spijtig genoeg gemist hebben. Ja. Dat is voor mij het wielerseizoen. Daar gaan we het uiteraard over hebben, over al die zaken. Er zit hier een jongen van 19, nog altijd 19, naast mij. Heb je ooit al iemand van 19 jaar op die manier in een seizoen weten binnenkomen? Het is een wonder. En ja, we mogen hem niet te veel bloemetjes naar gooien. Natuurlijk, het mag wel. Nu, het is het einde van het jaar. Dus vandaag. Dat is een kerel, dat is onvoorstelbaar. En veel, niemand is zo binnengekomen. Niemand is binnengekomen met dit talent. Niemand is er ooit in geslaagd, denk ik, om dit te gaan verwezenlijken. We zijn aan het einde van je eerste seizoen en er is één verhaal dat ik van jou toch nog wel eens wil horen, omdat het een soort urban legend geworden is in het peloton. Dat is een trainingsverhaal van december vorig jaar nog, toen je de eerste keer mee was op stage, waarbij er in blokjes werd gereden en jij eigenlijk iedereen kapot reed. Klopt het dat Stibar was weggereden, jij er naartoe en dat je hem er nog eens oplegde dan? Volgens mij was het Mas. Of Mas? Ik denk dat het Mas was, ja. Kijk, zo gaat dat met de overleveringen, er zitten al eens fouten in. Mas reed weg en ik reed er naartoe. En dan reed er achter mij een groep met de grootste namen van de ploeg. En ze kwamen er net nog bij. Maar dan was ik daarna nog eens gegaan. En dan was ik weggereden. Dus dat was wel
zo'n eerste moment van dat ik iedereen kon pijn was wel plezant. Ja, het is mooi om te zien genieten. Hè? Ach, je geniet daar nu van. Natuurlijk, ja, maar dat is niet om de jongens belachelijk te maken, maar dat is gewoon omdat ik zelf ook wil tonen wat dat ik echt kan. En dan in het seizoen is dat er ook nog uitgekomen, maar dat was toch het eerste moment dat er een paar jongens wel verschoten, denk ik. Ja. De Clásica San Sebastián, was dat een doel op zich? Of ben je naar daar gegaan met de wetenschap, ik heb goede benen en we gaan wel zien? Dat is een doel geworden na het BK, op de weg. Mm-hmm. Omdat ik toen op hoogtestage ging gaan. En na die eerste week in de hoogtestage, waar je het altijd rustig moet aandoen, om die eerste week is wel belangrijk dat je niet over je toeren gaat, zagen we dat ik heel vlot en heel makkelijk bergop begon te rijden. Dus dat mijn vorm echt aan het stijgen was. En daar hebben we dan beslist, en vooral Patrick heeft beslist, om San Sebastián mee te nemen. Het eerste gedacht was voor Julien. En plan B was dan mijn eigen kans mogen gaan. En ja, Julien, na de Tour had hij geen fiets meer aangeraakt. Dus dat was heel vermoeid en heel mentaal moe vooral. Mm-hmm. Ik zeg niet dat zijn fysieke capaciteiten er dan niet meer waren. Maar ik denk dat hij gewoon mentaal echt heel moe was. En dan na een 90-tal kilometer hoorde ik in het oortje: Remco, today is your day. En dan, voilà. We gaan nog eens kijken naar die dag van Remco Evenepoel in de Clásica San Sebastián. Een fenomenale prestatie was het. Het is kijken, het is loeren, het is aftasten, ja. Het is zeker niet volgaan. Nee. Evenepoel, ze brengen hem in beeld. Moet het kloofje dichten. Dat is een teken dat dit niveau nog een klein beetje boven zijn petje gaat op dit moment. Komt natuurlijk uit een trainingsperiode. Dit is Remco. Voilà. Die is wel wat krachtig gekost, ja, natuurlijk. Het is wel karakter tonen. Ja. Je zou kunnen loslaten. Ja, nee, maar dat mag niet. Als jonge renner moet je door. Hè. Dan moet je doorbijten. Hier is er iemand gaan aanvallen, gaan anticiperen. Er is ook iemand van Quickstep die er naartoe rijdt. Is dat blauw? Is dat het blauwe van Evenepoel? Daar lijkt het op. Voilà, alsjeblieft. Ja, dat is goed. Alsjeblieft. Er toch maar naartoe. 22 seconden rijden ze weg. En ze hebben dus nog een, wat is het, een kilometer of 6, 7 op dit vlakkere gedeelte om de boel verder uit te diepen als dat enigszins mogelijk is. 40 secondjes, al ik kom, 35. En nu? Ja, hij is zich al een beetje boos aan het maken op Scoins. Vol rijden, jongen. Hoe denk je ooit te kunnen winnen als je niet vol doorrijdt? I didn't feel good the whole race, and in the end, it was a big risk to go in the attack with this early. But I know what power I can take in the climb. Evenepoel is weg, alleen. Voilà. Allee, Remco. 36 seconden nog. Ja, er zit gang op. Mensen, ze hebben getuigen van een nummer. Ik hoop alleen dat hem goed beneden komt. Ja, iedereen natuurlijk. Ik denk dat we hier getuigen zijn van een moment. Van iets dat niet kan. En toch. Hij rijdt al aan het strand. Jongens. Iedereen dacht, laat hem rustig groeien. Hij moet dan niet meer groeien, dat is groot genoeg. Evenepoel zet de boel naar zijn hand. Rijdt iedereen naar huis en is de winnaar van de Clásica San Sebastián 2019. Ik zal deze visitekaartje afgeven met de groeten van Remco. Wow, it's unbelievable. I'm going to be honest, it was really a dream to once win this race in my career, and in my first year I do it already. It's incredible. Ja, een hele straffe prestatie. Opvallend, Eddy. Als hij weg is, komen ze nooit meer terug. Bijna nergens dit jaar. Geef hem 5 centimeter, dan worden er 6, dan worden er 7. Hij rijdt gewoon weg. Hij valt niet stil. In de toekomst gaat het natuurlijk niet vergemakkelijken. Ze weten
Remco Evenepoel een beetje bergop op het einde. Als er iemand mee is, rijdt hij ze eraf. Dat is duidelijk. Dat is niet alleen bij de junioren deed hij dat al. Bij de beroepen en dus doet hij het ook. Ze gaan moeilijker meerijden met hem. Ze gaan ook moeten de goede mannen meegeven. Het gaat niet moeten zijn van spring maar mee bij Remco, we gaan hem kalm houden. Nee, het gaat moeten een goede meegaan, want ze weten of een wereldtop gaat er moeten meegaan of hij wordt eraf gereden. Even naar de man naast je, Wout. Heb jij jezelf voor een stuk herontdekt of ontdekt in het feit dat je naast een klassieke coureur ook een tijdrijder bent en een sprinter? Ik denk dat ik mezelf het meest ontdekt heb als sprinter. Mm-hmm. Voor mezelf wist ik wel dat ik een goede tijdrit in de benen had. Ik ben natuurlijk een hele grote stap kunnen zetten dit jaar, maar dat geloof had ik denk ik al wel van de voorgaande jaren. Maar als sprinter zag ik mezelf eigenlijk niet echt. Ik wist dat ik explosief was, maar ik kwam eigenlijk in het verleden altijd tekort na een zware koers. En dat is dit jaar helemaal veranderd. Uiteindelijk in de zomer pas. Dus daar heb ik me wel in ontdekt. Ja. Tijdens de Tour hebben we de beste sprinter in Wout van Aert ontdekt. En je moet dan ook nog een stukje geluk hebben dat je je eigen kans mag gaan in zo'n spurt. Nee. Mm-hmm. Je had al een overwinning in Brussel met de ploeg. Groenewegen is er ook als sprinter. En dan mag je in Albi plots volledig je eigen kans gaan. Hè? Ja, het is natuurlijk een stukje geluk. En langs de andere kant moet het dan de ene kans die je hebt wel grijpen ook. Dus mm-hmm. dat is wel mooi dat dat gelukt is. En ik denk dat ik heel veel tijd al heb gehad om erover na te denken. En dat ik nu pas goed besef hoe mooi die overwinning wel niet was. Ja. Dat is gewoon een spurter. Hè? Dat is gewoon een spurter die iedere spurt kan winnen. Zo'n sterke mens. Weinig, zelden gezien. Die kan tijdrijden, die kan spurten. Is het natuurlijk met één probleempje binnen zijn ploeg? En dat is Groenewegen. Voor de Tour. Voor de groene trui. Voor etappezegers, uiteraard. Als er een goede ploeg gebouwd wordt rond hem en ze brengen hem, en de spurt is niet bergaf, maar gewoon een klein beetje een zware spurt, ik denk dat ze daar heel veel moeilijkheden gaan mee hebben met die kerel, met Wout, dat hij echt veel massaspurten kan winnen, want hij is, in de Dauphiné klopt hij ook. Bennett was ook tweede, denk ik. Hè? Sam Bennett, voor mij is dat de rapste van de wereld op dit moment, maar hij klopt hem. In de Tour wint hij ook. Ook tegen de rap. Ja. Dat zijn twee wereldmannen hier, wereldwonderen, waar wij veel zorg moeten van dragen, maar die veel koersen gaan winnen. En voor mij nog een keer, dat is de geknipte man om Saganneke die groene trui af te nemen. Is dat een doel? Ooit wil ik daar wel een doel van maken, zeker. Wat ik in de Dauphiné al gemerkt heb en dan ook dat ik het op het niveau van de Tour ook kan, heb ik wel er zin in gekregen om daar een keer voor te gaan. Het is voor mijn type renner toch een van de grootste prijzen die je kunt pakken in een seizoen. Dus, die sprint in Albi is een sprint rechtdoor tegen echte wereldtoppers. We gaan hem nog eens tonen. Niet al te lang uitgesponnen, maar wel kort en bondig. Die spurt die Wout van Aert wint in Albi. Drie stuks op 10. Wout van Aert heeft ze allemaal een neus. Van Aert, c'est un garçon qui est pétri de talent, trois fois champion du monde de cyclocross, qui depuis le début de ce Tour de France est vraiment éblouissant. C'est un immense champion, on n'a pas fini d'en entendre parler. Tiens. Ik heb veel momenten. Hè. Als je ziet wie dat daar tweede en derde en vierde is en hoe dat hij spurt, is die van... Er is niemand ingesloten. Iedereen spurt, iedereen heeft de kans om te spurten. Breed over de weg, naast elkaar, niemand in de weg. Viviani die komt nog, maar dat is ook een van de rapsten van de wereld. Je krijgt echter van de momenten dat is onvoorstelbaar. Ja, hij zei tijdens het filmpje, Viviani was mij voorbij. Maar voorbij de streep natuurlijk. En de streep ligt vroeger. Nee. Dus ik ging de sprint vrij vroeg aan. En ik denk misschien op 50 meter van de meet was Viviani misschien een centimeter of 10, 20 mij voorbij. Toch, en net voor de finish haal ik hem uit. Sorry dat ik nu onderbreek, maar dat zijn van die klote spurters. De mannen die gepasseerd, maar dat is echt waar ik als spurter. De spurter dat gepasseerd denk en die is van de, en die komt terug. Hè. Mag maar lekker, dat wordt de zot van zo'n man. Sorry dat ik nu onderbreek, maar dat is... Zijn blik was goud waard.
In die super slow-mo, als zij zo kijkt naar jou. Van... Ik wist eigenlijk eerst niet goed wat er gebeurde, want ik was dan in de mixed zone na de finish en kreeg allemaal vragen over de blik van Viviani. En, ik had natuurlijk dat nog niet gezien en ik wist eigenlijk niet goed waar het over ging. Ja. Moest jij Wout van Aert zijn? Waarop zou jij focussen? Want jullie zijn allemaal, jullie zijn allebei compleet. Mag ik de sprint blijven doen. Wout, had jij op die zondag in april de benen om Parijs-Roubaix te winnen? Ik denk het wel. Maar ja, daar zat niet veel mee. Dus de benen hebben om een koers te winnen. Of, ja, daar zaten we wel veel mee. Dan weten dat je het potentieel hebt. Maar je moet niet al te veel kansen laten liggen. Dus. Wat loopt er fout? Mechanisch liep er eigenlijk van alles fout. Vanaf het bos van Wallers tot een heel stuk in de finale. Pech had dan van fiets gewisseld, valpartij. Communicatie met de ploegauto die niet altijd makkelijk verliep. En dan rijd ik uiteindelijk toch nog finale. Maar het beste was eraf, doordat ik in deze fase van de koers heb ik eigenlijk een uur aan blok gereden. Een uur te vroeg, want in het laatste uur moet gebeuren en alle suikers waren overboord. Dus jammer. Ja. We hebben ook geen verkeerde winnaar gekregen in Parijs-Roubaix natuurlijk. Hè? Met Philippe Gilbert, dat is jouw maat geworden, hè, Remco? Ja, toch wel. Veel van geleerd en ook op de WK mee op de kamer gelegen. Dus, hij heeft er nog één te pakken, hè? Nog één monument. Maar hij was echt wel heel erg gebrand om in Roubaix te staan. Al van in de winter. Dus dat is het mooie. Dan, Wout heeft er ook super hard voor gewerkt, maar dan heeft hij te maken met pech. En Phil heeft dan de perfecte dag. Mm-hmm. En dan maakt het zo mooi. En dat zijn dan de twee kanten van de medailles die je dan te zien krijgt in één wedstrijd. Hij heeft initiatief genomen, vroeg aangevallen. Als een sluwe vos gesprint. Dus. Door de pech van Wout ben jij de enige aan tafel nog altijd op dit moment die Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Hè? Ah ja, voilà. Ja. Voilà. Aan tafel. Aan tafel hier. Maar dat gaat snel verandering in komen. Hoor. Ja. We gaan nog eens kijken naar die fantastische prestatie van Philippe Gilbert in Parijs-Roubaix. Zijn vierde monument. Dat was een fameuze klap voor Sagan. Ze draaien netjes rond. Ze hebben elkaar gevonden. Met dit zestal trekken ze naar de strijd. Wout van Aert, Lampaert, Van Marken, Sagan, Pollitt en Gilbert. En daar gaat Gilbert. Maar Sagan reageert Sagan. Onmiddellijk. En nu? Pollitt die reageert. Nee, Wout moet even tussen zijn kader kruiden. Pollitt gaat dat denk ik niet dicht krijgen. De tank is serieus leeg bij Wout van Aert en dat kan moeilijk anders. Hè. Pollitt met een poging. De Sagan zit op een lengte. Oh la 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 la. Gilbert alleen naar dat wiel van Pollitt. Vooraan zijn ze samen. Gilbert gaat onmiddellijk doorrijden. Tuurlijk, met Pollitt naar de streep. Dat mag, dat kan. Come on, Phil. Hier ligt je kans. De unieke kans van je leven om nummer 4 van de Big Five te winnen. Phil wint onderdoor, Phil blijft onderdoor en Phil gaat hem afmaken. Phil Gilbert gaat deze kaart niet meer van zijn stukje brood laten halen. Hij gaat niet naar zijn benen. Jawel! Philippe Gilbert wint Parijs-Roubaix en heeft zijn vierde monument te pakken. Gilbert met winst in Parijs-Roubaix. Er is nog een monument dat hij wil winnen, Milaan-San Remo. Hoe moeilijk wordt het om dat er nog bij te pakken? Ik denk dat zeer moeilijk wordt, maar ik dacht ook dat Roubaix heel moeilijk ging worden voor hem. Dus we spreken hier over iemand die je niet kunt onderschatten. Dus het zou zomaar kunnen, maar natuurlijk... Het zal niet makkelijker zijn nu hij die leeftijd al heeft dan dat het 5 jaar geleden zou zijn. Je weet nooit met Gilbert natuurlijk, maar daar zijn die jonge wolven zijn op pad. En als je ziet, vorig jaar, ja, ik weet het niet. Hoe gaat hij die Milan San Remo moeten winnen? Hè? Je gaat moeten proberen toch weg te rijden, want gaat er met 10 mensen gaat hij altijd geklopt zijn in de spurt, denk ik. Dat weet ik niet direct. Ja, denk je? Hij is heel raf, hè. Zeker na zo'n wedstrijd. Ja. Het is te hopen. Ik hoop dat hij nog wint. Hè. Op training zijn bijvoorbeeld heeft hij tegen Julien en al de... klassiekere mannen een keer gesprint en hij won er toch wel van. Wie was de man van het voorjaar? Mathieu van der Poel of Julien Alaphilippe?
toch wel Alaphilippe. Ja. Met voorsprong Alaphilippe, ja. Want wat hij wint, de klassiekers die hij wint, Van der Poel, fantastisch. Natuurlijk is het, maar als je ziet Milan Sanremo, hij wint Walse Pijl, hij wint Strada Bianche. En ja, dat zijn nog andere dingen. Ik denk dat Alaphilippe misschien nog een streepje voor heeft, omdat hij over een langere periode in het voorjaar de beste was vanaf de Strade tot Luik eigenlijk overal meegedaan. En dat bij Mathieu korter was, maar daarom niet minder indrukwekkend natuurlijk. Nee, we gaan kijken. Het voorjaar van Julien Alaphilippe, zoals Eddy zei. Strade Bianche, Milan Sanremo en Walse Pijl. Jacob Poulsang vertrekt op de Monti-Aperti en Van Aert zit meteen in het wiel. En Lampard doet er alles aan om de kloof te dichten. Alaphilippe buitenom, moet reageren, gaat reageren, ziet het gevaar en gaat meeduiken naar beneden nu. Hier de poort van Siena, de Fonte Branda. En kruipen, geblazen nu. Een Fransman, een Deen en een Belg wikkelen voor de dagzegen in de Strade Bianche. Hij moet er hier voorbij, denk ik. Nu gaat hij. Ja, nu gaat hij. Daar gaat hij. Alaphilippe voor een vier op een rij voor de Koning Quickstep. En hij pakt de lengte op Poulsang. Ja, dit gaat gelukken voor Alaphilippe. Hij gaat voor de eerste keer deelnemen en winnen in de Strade Bianche. Daar wacht de Piazza del Campo voor een fantastische overwinning. Voor Julien Alaphilippe, die hier in Siena zijn allereerste Strade Bianche op zijn naam schrijft. Voilà, c'est fait. 1 Alaphilippe, 2 Poulsang en 3 wordt Wout van Aert. Kijk eens wat een grote plaat dat Alaphilippe hier duwt. Oh, wat een grote versnelling bergop. En hier komt die aanval van Julien Alaphilippe. 2, 4, 6, 7 man aan de leiding. Naasten, Kwiatkowski, Peter Sagan met Trentin, Wout van Aert. En achteraan dan Julien Alaphilippe. We gaan sprinten. En hier komt Oliver Naasten op. Oliver Naasten in de sprint. Oliver Naasten misschien zoals hij gedaan heeft in Parijs-Nice. Maar aan de rechterkant komt ook nog Alaphilippe. Zit Alaphilippe. Dus Alaphilippe die wint. En Naasten is tweede. Voor Kwiatkowski derde. Naasten strand op de meest ondankbare positie. Alaphilippe wint alweer. Poulsang dan toch. Ja. Kwiatkowski die reageert op dat manoeuvre. Perfecte berekening hier van Alaphilippe. Dan gaat hij nu zijn sprong wagen. En wat heeft Poulsang dan nog over? Poulsang kan die aan het wiel blijven, dat zal nodig zijn. Kan Poulsang nog die speed uit zijn corpus halen om erover te komen? Dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Alaphilippe, het is moeilijk, het is lastig, maar hij wint voor de tweede en volgende keer de Waalse Pijl voor Poulsang. Ja, Poulsang die zich een beetje vergaloppeert, te vroeg aangaat. Ik weet niet van hoeveel dat was, dat moment. Maar het is niet dat hij echt het wiel van Julien moest lossen. Dus misschien wel, maar het is niet zo. Hè. Ja, wint wel Luik, Bastenaken Luik natuurlijk, een paar dagen later. Poulsang reed heel snel in het voorjaar. Zeker. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik aan die beelden denk van Luik waar hij bijna valt. Dat is waanzin, maar... Hij was eigenlijk de even knie van Alaphilippe, maar hij heeft net de eindshot ietsje minder. Hij wint Luik uiteraard fantastisch, maar hij was er overal bij. Eddy, je hebt de meeste ervaring van ons vier aan deze tafel. Heb je in de voorbije 80 jaar ooit zo'n ontknoping gezien als de Amstel Gold Race? Dat is een wereldwonder. Dat is een van de drie wereldwonders die Mathieu van der Poel. Hoe dat hij rijdt, hoe dat hij die finale beheerst, hoe dat hij terugkomt. En daarom moet je zelf gekoerst hebben om te weten wat dat is. Bijkomen, helemaal leeggereden, 600 meter van de meet en beginnen spurten en winnen. Ja, wie kan dat? Dat zijn supermensen. Ik denk dat Alaphilippe zelf nog verrast was,
wat er allemaal gebeurde. Wat gebeurde hier? Niemand wist het nog. En Van der Poel die komt daar. Maar Van der Poel dat was een briesende stier. Je kent dat. Iemand die op de weide die alles ziet, die alles voor hem ziet. Die komt, die rijdt en die wint. Ja, dat gaat er niet veel meer zien in het leven, zoiets. Hè. In finale heeft een spurt gereden van 5-6 kilometer. Zijn akkoord met mij? 5-6 kilometer gespurt. De omstandigheden wint hij nog. Maar dat gaat er niet dikwijls zien, denk ik, in het leven. Ik heb ook verhalen gehoord van de tijdsdoorgeving dat die niet echt klopte. Dat het meer aangegeven was dan dat het werkelijk was. Dat ze dachten, wij hebben meer voorsprong. Dat ze begonnen het naar elkaar te kijken. Dat ze dachten, oké, we hebben wel ruimte, maar zwaar en rap. Fuglsang was op die moment ook al elke keer geklopt door Alaphilippe. Ja. Dus die gaan gedacht hebben, ja, tweede ben ik al genoeg geweest. Ik poker. Maar niemand verwacht in de situatie nog iemand die aan de achtergrond nog dit gaat goed maken. Niemand verwacht dat nog. Koest ook altijd heel intuïtief, hè, Van der Poel. Want eigenlijk had hij zichzelf al kapot gereden in die Amstel door veel te vroeg te gaan. Dat dachten we ook in Dwars door Vlaanderen. Hij gaat veel te snel op 60 kilometer van de streep. Maar dan blijft hij wel gewoon weg. Dat is het mooie. Dat is het mooie wat je ziet. Hè. Veel renners die kunnen koersen winnen die door te speculeren, door de ploeg die ze brengen en 4-5 renners naast hem. Nee, Van der Poel. En dat zijn ook zo'n mannen hier. Die mannen gaan in de aanval en die maken het ook af. En dat zien die mensen graag. Dat zijn de helden van de wielersport van tegenwoordig. Mm-hmm. Dat zijn de mannen die koers maken. Dat moet hebben. Maar de koers wordt sexy door figuren als deze twee en een Mathieu van der Poel. Dat is een feit. Het zijn die mannen die jong volk naar de koers kunnen lopen. Afwachten en winnen, dat is winnen. Is altijd mooi. Maar afwachten en winnen tegenover dat je zelf in de aanval gaat. Als je Van der Poel ziet in de Brabantse pijl, die gaat in de aanval. Die gaat overal in de aanval en maakt het meestal ook af. Ja, dat zijn de mannen wat je zegt. Die maken de koers sexy. We gaan ze tonen. De drie overwinningen in het voorjaar van Mathieu van der Poel. Dwars door Vlaanderen, Brabantse pijl en last but not least, uiteraard, de Amstel Gold Race. Dit is Benoot die erop en erover walst met jongens. En Van der Poel gaat meeschuiven. Jongens, Turgis, Benoot, Van der Poel. Daar gaat Benoot. En dat is fors. Ideale scenario voor Mathieu van der Poel is dit. Daar gaat Turgis en dat heeft Van der Poel inderdaad wel wat ingeschat. Maar komt Van der Poel daar nu nog over? Jawel. Komt ook iemand anders er nog over? Nee. Het is Mathieu van der Poel die dwars door Vlaanderen gaat winnen. Met overmacht. Mathieu van der Poel andermaal eens een keertje aan het boompje rammelen. Daar is hij weer weg. En mensen allemaal aan het wielen. Alaphilippe die zelf voor de aanval kiest met de Welles. Mathieu die komt. Van der Poel is aan het opschuiven. Ja, hier zijn ze, de vier grote zullen we maar. En zo snel gaat dat dan. Ja. Matthews heeft een probleempje en Alaphilippe gaat proberen Van der Poel te remonteren, maar dat gaat niet meer lukken. Ze vallen stil aan de wind. Van der Poel wint fluitend de Brabantse pijl. En als je dit allemaal kunt, dan moet je de pretentie om te zeggen, ik kan de Amstel Gold Race winnen. Overnaasten, ik heb slecht nieuws voor jou. Hij start. Toren! En dat is natuurlijk Mathieu van der Poel. Is hij voor jou de topfavoriet vandaag? Ja, voor u nu misschien. My hero. Kijken vanuit de hoogte naar het peloton dat zich klaarmaakte voor een lange onderneming. 35 hellingen. En Alaphilippe die nu doorgaat. Gaat hij er dan een solo van maken? Dat zou wel straf zijn. Fuglsang komt wat dichter. Kijk, hij gaat rijden. Hè? Dan zien we daar Van der Poel. Van der Poel wil vooral in de top 10. Kan hem nog lukken, normaal gezien. Wij blijven zitten. Is het dat dan? Dat zou dan de eerste keer zijn dat Fuglsang dat doet. Hier loopt alles nu bijeen. Het is Mathieu van der Poel die daarvoor zorgt. Straks is er nog een podium. Typisch voor zijn weerbaarheid. Al zijn ze hier druk bezig. Ijverig bezig. Maar daar komt hij al. Daar komt de rest ook nog. Ja, dus alles is gesmolten. En Alaphilippe kijkt en weet dat hij eraan komt. Van der Poel komt wel. En komt er Jan Dori ook nog uit. Gaat hij de Amstel Gold Race winnen? Het is toch niet waar. Het is wel waar. Het is van de Poel. Die de Amstel Gold Race wint vanuit een verloren plaats.
precies. Oh. Wat is me dat allemaal? Nederland op gek, kijk hier, hier, hier. Wat is me dat allemaal? Ja, filmscenario's in de koers, dat is wat de Amstel Gold Race dit jaar bracht. Wie we zeker niet mogen vergeten in het voorjaar, jouw ploegmaat, Stibar, wint de openingsklassieker bij ons, de Om op het Nieuwsblad, en klopt jou in de E3. Inderdaad. Ik denk een beetje de stap gezet waar misschien velen van dachten dat dat niet meer ging komen. Wat ze hem wel hadden toegekend enkele jaren geleden, maar dit jaar toch eindelijk die stap gezet. En in E3 had dan waarschijnlijk de koerssituatie wel mee, omdat de Jungles voor ons reed. Maar in de omloop was dat echt afwerken op een sterke manier. Wat voor iemand is Tibar in de groep, in de Wolfpack? Het is wel iemand die gezag heeft in de ploeg. En nu, deze heeft hem echt wel een boost gegeven, ook naar volgend jaar toe, die twee overwinningen. Ja, hij had het precies wat nodig om terug in zichzelf te kunnen geloven en terug te weten wat hij echt kan. En hij heeft het zeker getoond wat er zeker in hem zit. En ik denk dat hij nog meer kan ook. Heeft Alberto Bettiol van E3 Harelbeke tot en met Ronde van Vlaanderen zijn beste tiendaagse in zijn carrière gekend? Of gaan we nog meer zien? Ik vrees er een beetje voor dat zijn beste dagen die dan ook waarschijnlijk heel kort zouden geweest zijn, maar hij heeft de ronde gewonnen. Die dag was hij supergoed, laten we daar eerlijker zijn. Hij heeft een beetje de omstandigheden meegehad, hij is weggegaan, niet echt reactie gekomen, maar hij heeft het toch volgehouden. Maar ik vind het toch meer zo, ja, toch een eendasvlieg, denk ik. Iedere winnaar is mooi, maar ik weet niet of dat met zoveel glans gaat zijn voor de rest van zijn carrière. Ze gaan hem ook niet meer laten rijden van bij ons. Dat was niet echt proper, gewoon zo wat onze ploeg uitdagen, omdat we eerst alles hadden gewonnen en hij had dan gewonnen. En hij riep dan, where is Quickstep? Where is Quickstep? Where is Quickstep? En dat zijn die kleine dingen in de wielersport ook, hè. Waar is Quickstep? Dus dat ligt op die mannen in hun lever. En als er iets op die mannen in hun lever ligt met die ploeg, dat zijn die dingen. Het is normaal dat het gevoelig ligt, maar eigenlijk zouden ze daar niks van mogen aantrekken. Want... Nee, sowieso. Maar, nee, maar toch. We gaan ons er niet van aantrekken, maar het speelt in de koers. Mee, ja. Als het een keer gaat, zal hij niet meer wegrijden. Dat vind ik toch zo mooi. Dat is koers. Van Aert zit nog altijd wat ingesloten. En die gaat Merlier aanzetten. Die gaat Merlier met zijn lange halen. De Longiline. Gaat hij Belgisch kampioen worden? Gaat hij Belgisch kampioen worden? Ja. Daar komt niemand meer overheen. Merlier is Belgisch kampioen. Voilà, met dank aan de ploeg. Tim Merlier, die het afmaakt en die zich ook ontpopt heeft tot een echte rasspurter. Misschien wel de snelste man van België, sorry Wout. Maar misschien is Tim akkoord. Wel akkoord? Ja, ik kan misschien ook het beste weten. Ik heb al zoveel met hem getraind. Op een vlakke sprint kan ik hem niet kloppen. Dus. Maar dat is een man die zou moeten een ploeg hebben. Kleine etappenwedstrijden. Mm-hmm. En overal komt hij mij dit zich in de ruis. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik 100% van overtuigd. Naar jou. EK goud, WK zilver in de tijdrit. 19 jaar. Ik val in herhaling, maar ja, dat is ongelooflijk. Na het BK heb ik eigenlijk heel erg in mijn tijdritcapaciteiten geloofd bij de profs dan, omdat ik wist wel dat ik een goede tijd had, maar niet zoals het nu een beetje gevorderd is. BK was ook volledig vlak, dus dat ligt me niet echt top. Vooral het parcours, daar was met veel wind en zo. Dus had je daar 37 seconden, 39 seconden achter? Ja, dat is een 30 of ja, zoiets, meer dan 30, ja. Veel te veel. Ik denk dat Wout ook echt een supergoeie dag had dan. Ik en Yves voelden ons ook heel goed, maar Wout reed gewoon veel rapper op die een dag. En sinds dan ben ik eigenlijk meer en meer erin beginnen geloven en meer op gaan trainen ook. EK was speciaal, want het kwam een paar dagen nadat we Björg Lambrecht moesten afgeven. Dat heeft meegespeeld in jouw voorbereidingen. Ja, sowieso. Natuurlijk zat ik op een wolk met San Sebastian net te winnen. Maar dan, ik denk dat ik er 2 dagen al getraind had op het parcours. En dan lag ik net op de massagetafel bij de verzorger. En daarvoor hadden we gelezen dat er een ongeluk gebeurd was. En daarna
Dus een uur later lazen we dat hij overleden was. En dat was wel even een heel moeilijk moment. En ik zei meteen, dat klinkt misschien heel vreemd, maar meteen zei ik tegen die verzorger, donderdag ga ik winnen voor Björk. Zo plat af. En hij zei, ik hoop het. En ik ben gewoon de kamer buiten gegaan en even op mijn bed gaan liggen. En gewoon een muziekje op en even terug laten bezinken. En het beseffen ook vooral, want het was gewoon echt heel vreemd. Ja. En een paar dagen later werd het donderdag en won hij. Remco Evenepoel in zijn eerste Europees kampioenschap bij de elites. Hier komt hij. 12:59. De toptijd voor Remco Evenepoel bij het tussenpunt. En knalt voorbij Claudio Imhof. Evenepoel duikt als eerste onder de 25 minuten. Gemiddelde van bijna 54 kilometer per uur. Een mix van emoties in de nasleep van de tragische dood van Björk Lambrecht. Is hier een Europese titel. Tijdrijden bij de pros voor Remco Evenepoel. I told everybody of the Belgian cycling team, I'm going to take the stars for some stars in the sky. And I did it. So. This is not my victory, this is the victory for Björk and for Steph, my teammates. Hier staat hij, te jong, de tijd is te lang, hij is te licht, de concurrentie is te ervaren, maar hij is wel Europees kampioen en hij is eraan begonnen aan zijn wereldkampioenschap tijdrijden. Schakelen, bijschakelen, tandje bij, nog een tandje bij. Toch wel een lastige tijdrit als je dat zo ziet. Is echt wel vechten zo. Niet te doen, hè. De nieuwe toptijd bij punt 2 is getekend. Remco Evenepoel. Het wordt een medaille voor Remco Evenepoel. Op 19 jaar gaat hij naar de hot seat van dit wereldkampioenschap in Yorkshire voor een zekere medaille. Het zal ervan afhangen hoe de tweede koersveld van Dennis eruit ziet. Vuistje van Dowsett en Ghana. De ontknoping van dit WK. Rowan Dennis viert zijn tweede wereldtitel op rij. Goud voor Australië en zilver uiteraard voor België. Remco Evenepoel is vice wereldkampioen en zorgt voor de beste Belgische WK-prestatie ooit in een tijdrit. Dat nu deze op mijn palmarès al kan staan, dat is alleen maar mooi richting de toekomst. Dennis zei, laat hem nog maar een paar jaar wachten, die Remco Evenepoel. Nou, volgend jaar ben ik er terug. Ja, zo'n tijd is wel speciaal. Je weet gewoon dat je gaat afzien, maar op het moment zelf valt het mee, is niet je ding, maar gaat dat gewoon. Ook al weet je in je opwarming van, ga pijn doen. Maar dan, ja. Als je voelt dat je hard gaat en dat het allemaal goed zit, dan is dat zalig om af te doen. Ik begrijp dat niet. Ik heb ook een paar keer moeten een tijdrit rijden om een ronde te winnen, de ronde van België. Maar dat, ja, dan moet ik doorgaan in die tijdrit. Voor mij was een tijdrit meestal een rustdag, als je geen tijdrijder bent. Maar dan, met de ronde van Frankrijk, heb de schrik van buiten tijd te zijn, met de groene trui aan, want dan ga je vol een bak rijden. Daar reed ik 30ste, hè? Maar niet van spreken, maar dat was heel goed voor mij. Maar ik kan niet begrijpen, dat doet pijn, Karel. Het is onvoorstelbaar hoeveel pijn dat je hebt in die tijdrit. Na 700 meter begint dat al. 600-700 meter, die benen staan op ontploffen. En dan zie je die mannen blijven maar doorrammen aan 55 of 50 kilometer per uur. Allee, ik heb zoveel koersen gewonnen en zoveel gekoerst in mijn leven. En nog, ik zal het nooit begrijpen hoe dat die mannen dat doen. Die mannen blijven gewoon gaan. En dan, dan verlies je per 10 kilometer een halve minuut of zo tegenover die mannen. En dan kun je ook krap rijden. Ik begrijp dat niet. We zagen dat filmpje van het EK. Tijdrijden, die emoties die daarmee gepaard gingen. Het was de voorlaatste dag van de Tour, Eddy. Ja. Björk zat hier op de plek van Remco. Ja, we hebben gebeld de avond dat het gebeurd Geen woorden daarvoor. Hij was enorm aangeslagen. We hebben die jongen meegemaakt aan tafel. Dat was nu echt een lieve jongen. Dat was nu echt een lieve jongen. Dat was precies nog... Ik zeg het misschien vreemd, dat was precies nog een kind dat daar aan tafel zat, die verschrikkelijk hard kon rijden met een fantastische mooie toekomst. En die ontnemen ze ons in een fractie van een seconde dat niemand verwacht. Ja, dat zijn dingen. Wat
ja, dat krijgt het toch helemaal kippenvlees van. Wat moet je daarover zeggen? En hem ere moeten wij doen en hem met alle sympathie omarmen en daarmee verder leven. Want ja. Had ook zijn jaar van de doorbraak, hè? Goed voorjaar, goed in de Dauphiné, beste jongeren ook daar nog eens. Was klaar om in de Vuelta een eerste keer echt serieus te testen? Ja, ik heb met hem in de Dauphiné gereden en ook af en toe gepraat. Ik had in het begin van de ronde toen de witte trui, die heeft hij dan van mij overgenomen. En toen, ik weet nog dat ik al lachend zei van straks mogen de witte trui aandoen. En hij begreep het eerst niet. Ik zeg, ja, vandaag gaat het voor mij te zwaar zijn. En zoals Eddie daarnet zei, is nog heel onschuldig, had ik de indruk. Een beetje onwetend, als ik dat mag zeggen. Het was allemaal nog zo nieuw voor hem. En ja, het is bijzonder jammer. We gaan ook in dit jaar overzicht afscheid nemen van Björg Lambrecht. Uiteraard, en jammer genoeg. Absoluut tragisch nieuws, Wim, uit het wielrennen in de Ronde van Polen. Want onze jonge, getalenteerde landgenoot Björg Lambrecht is daar deze namiddag ten val gekomen en aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft zijn ploeg Lotto Soudal zo pas bevestigd. Lambrecht kwam in het begin van de derde etappe in aanraking met een betonnen buis. Hij werd 22 jaar. Was als een koning op Nesler. We verliezen dan nog op zijn manier. Ik kan het niet meer hebben. Ik kan het niet meer. We zijn de tent van. Nog een hele beminnelijke jongen. Zeer getalenteerd. Zijn guitige lach. Ja, hij had gewoon geen tegenstanders. Iedereen was altijd vriend. Björg Lambrecht, meilleur jeune de cette édition 2019 du Critérium du Dauphiné, visité par monsieur Nicolas. Dit soort zaken gebeuren, hè? En je weet dat je een beroep uitoefent waar risico's aan verbonden zijn, maar je mag daar zelden of nooit bij stilstaan, denk ik, als coureur. Nee, anders kom je niet meer naar buiten, denk ik, om te gaan trainen. Ik weet nog een dag toen het moment er was dat hij... Dan heb ik nog mensen belde met op van kranten om een interview te geven. En ik zei toen, die klotensport kan mijn kloten kussen. Dat zei ik, dat mijn echte woorden. Ik was zo kwaad. Ik was zo kwaad op alles wat er gebeurt. Ik heb het allemaal zelf meegemaakt, hoe gevaarlijk het is. Maar goed, dan zijn ze bezig. Ja, godverdomme, hoe is dat niet mogelijk? Sorry voor mijn vloeken en dit. Maar dan de dagen passeren, het trouwproces passeert en dan moet je die wielersport toch weer omarmen, want het is zo'n mooie sport. Hetgeen wat Björg meemaakt is iets dat we nooit gaan kunnen uitsluiten. Nee. Dit is gewoon een banaal ongeval. Ja. We kunnen alleen op vaste circuits gaan rijden waar we alles kunnen gaan beveiligen om zoiets te voorkomen, maar waar is de charme van de koers dan? Dus, dat nog, hè? Op een vast circuit kan je opvallen en een boordsteen raken of wat dan ook. Ja, maar daar zouden we dan zo ver kunnen gaan dat hij een zacht landbouw zou spreken. Mm. Maar, we hebben nog een hoofdstuk tour te gaan. Begon spectaculair natuurlijk, hè? In Brussel, in eigen land, je eerste tour. Ja. Je wint met Teunissen de eerste rit voor het paleis en je wint de ploegentijdrit. Ja, dat openingsweekend was eentje om niet te vergeten, denk ik. Ja, zoals gezegd, mijn eerste tour in België. En dan zo kunnen we beginnen, dat zal niet snel nog een keer gebeuren. We hebben hele mooie ritzegen gezien in de tour van Dylan Teuns en Thomas de Gent. Ja, ja. Dylan Teuns en Thomas de Gent, dat zijn twee ritsoverwinningen om nooit te vergeten wat Thomas de Gent in de eerste plaats daar gedaan heeft. Dat weten we van die kerel dat hij dat kan. Maar wat hij daar gedaan heeft met die achtervolgingen die nog gebeuren door Alaphilippe en wereldtoppers die in de achtervolging gaan. Ja, Pino was er ook bij, hè? Dat is ongezien. Maar even mooi vond ik de overwinning van Dylan Teuns op La Belfie. La Planche de Belfie. Dat was ook een prachtprestatie. Dus ja, dat zijn toch twee dingen weer, wat dat gezegd. Dat maakt de koers toch echt sexy. Hè? We gaan nog eens kijken naar de prestaties van onze twee mannen in de Tour die naast Wout ook een rit hebben gewonnen. Dylan Teuns en Thomas de Gent. Dylan Teuns, La Planche de Belfie. Wat kan jij erover vertellen? Dat ik hem nog nooit gedaan heb.
Ik heb een paar video's gezien op jullie Instagram. Ja, het is op papier een heel lastige klim. Ja. And it's Toomes that's grinding it. Brilliant classics man, he's going for it. And he's going to crest this one. And he's going to take the stage. 24% was always going to hurt Sean. Yes, well, Toomes, he just pushed on all the time as he gets the stage. Vitrient, he was the strongest one of that final run. Chapeau, proficiat, santé, school. We pakken alles mee. Woo. En veld heb ik ook zo in gehad. En daar heb ik het verkloot door te zenuwachtig te zijn. En nu wist ik dat ik dat niet mocht doen. En ik had altijd een oog op hem in de laatste 500. En ik kost hem dood toen in de laatste bocht eigenlijk. De Gendt est parti, Laurent. Il est parti de Gendt. Je pensais qu'il était cuit, mais il a bien caché son jeu. Il est parti. Il a laissé sur place Alessandro De Marchi. Il va essayer de finir en solitaire. Daar gaat Alaphilippe. Alaphilippe met de aanval. Ja. En nu gaat de trap gaan. Oeh, nu gaat de trap gaan. Is dat Pinot die merkt? Dat is Pinot. Thomas De Gendt. S'il parvient à s'imposer, ce sera au prix d'un exploit ahurissant. Il y a peut-être un petit peu moins de 5 secondes d'avance pour De Gendt. De Gendt is coming home and chapeau, sir, to you. He timed it beautifully. Once again, he roars. Ik denk dat het nu mag stoppen met kakken op de lotto. And this time, Mr. Hint, he just doesn't get caught. I know, I... And sorry, Alaphilippe, one of the technically phenomenal in the downhills, and he's just... I said to George at one point, is he on the moto? I cannot say enough about that performance. That was, yeah, was spectacular. Is er binnen de Tour getwijfeld aan Alaphilippe dat hij nog zou worden teruggepakt? Ja, hoe langer dat het duurde dat hij in het geel bleef, hoe meer twijfel er kwam, denk ik, bij iedereen. Ik viel een beetje uit de Tour op het moment dat de Pyreneeën kwamen en dat we allemaal dachten, nu gaat er wel doorzakken. Maar zakte er eigenlijk maar echt in het laatste weekend door. En ik denk wel dat, zeker voor Steven, heeft eigenlijk de omstandigheden wel tegen gehad door de twee annulaties die de laatste twee dagen. Steven Kruiswijk. Ja, Steven Kruiswijk. Maar los daarvan, dat was voor iedereen hetzelfde, heeft Alaphilippe het veel langer uitgehouden dan iedereen dacht. Mm-hmm. Heb jij gedacht dat hij kon winnen? Er werd wel aan gedacht, binnen de ploeg. Ja. Ja. Ik weet niet hoe dat het binnen die tourploeg zat, maar we waren op stage op dat moment in Livigno en iedereen was wel serieus aan het meeleven. Ja. En het ging fel in de WhatsApp-groepjes. Ja, toch wel. Toch wel. Maar misschien, hij heeft nu echt een super tour gereden, maar als hij die eerste week niet koers zoals hij gedaan heeft, wil ik nog wel zien voor het klassement. Maar dan is het ook een heel ander verhaal toch. Dus, maar hij heeft zich zeker niet te verwijten. En een heel lang voorjaar gereden, hè? Op topniveau. Dan weet je ook wel dat het heel moeilijk wordt om in die Tour 3 weken op dat niveau te staan. Hij heeft ook vanaf, ik weet niet welke etappe dat was, dat hij de gele trui pakt. Maar als hij die dagen ervoor niet zo hard koerst en niet altijd probeert voor die gele trui, dan gaat hij sowieso, dan plooit hij niet die laatste 2 dagen. Maar dan weet je natuurlijk niet op het moment waar hij staat in het klassement. Maar alleszins, het was heel straf. Ja, je had hem dat vroeger moeten zeggen. Als meneer Retrie wat rustig had gereden, dan had ik die gele trui gehad. Dat kunnen we hem niet. Als hij iets in zijn kop heeft, ze hadden de rit verkend. Dus hij wist wel dat hij daar wou winnen. De toerwinnaar is een hele jonge gast uit Colombia, Egan Bernal. Voor hoeveel is hij vertrokken? Niet voor eentje, denk ik in ieder geval. Maar ik zal kijk maar antwoorden. Ik wil hem even op zijn paard zetten. Dus. Ja, ik denk, als je ziet welke kwaliteiten dat heeft, dan gaat hij de komende jaar nog meedoen. Maar naast mij zit ook eentje dat... Ik was aan het tellen. Het is mooi om te zien hoe uit een blik grenzeloze ambities straalt. Ja, dat is duidelijk. Ik denk zo over 3 jaar, zal het wel niet zo gemakkelijk zijn of dit jaar. Dan zit hij al te denken dat onze Remco. Maar als ik denk dat hij toch voor een tijdje weg is, hoor. Want laten we eerlijk zijn, in de Tour van dit jaar heeft hij
toch maar twee ritten eigenlijk een keer doorgeduwd. Hè. Hij heeft natuurlijk een fantastische ploeg, maar als hij doorduwt, dan is hij weg. Ja, het is sowieso een van ik denk dat het de beste klimmer is op dit moment. Dus daar is al, valt al niks aan op te zeggen. Ja. maar in een tijdrit kan je hem pijn doen en kan je hem tijd afpakken. En dan, dan wordt het een spel van... Ze hebben ook zo iemand. Hè. Ja, ik denk dat tegenwoordig, als je ziet, de grote rondewinnaars, dat zijn meestal wel klimmers, maar ook mannen die sterk zijn. En Bernal zie je die ook mee in Lombardije. Ja. Wordt er niet tussenuit gereden, de waaiers. Remco gaat ook zo iemand zijn. En dat speelt vooral in zijn voordeel. Een klimmer gaat misschien als alles een keer eens mee zit, gaat hem een grote ronde kunnen winnen. Of een pure klimmer, om de Quintana's en zo te benoemen. Maar Bernal is veel meer dan dat. Hij was de eerste Colombiaan ooit die de Tour won. Er zijn veel Colombianen gekomen de voorbije decennia na de Ronde van Frankrijk. Er zijn er veel die het hebben geprobeerd, maar er is er maar eentje ingeslaagd tot dusver. Egan Bernal. Thomas in de problemen. Leidens weg, weggetje. Alaphilippe die gaat nog wat verder weg in het klassement. Hij is tweede, dan Kruiswijk derde, dan zien we Poegman en dan zien we Bernal. Ineos op zijn plek gezet. Is hier vanaf Bernal achtergelaten. Pinot is de beste klimmer. Voorlopig nog. Hier komen Poegman en Bernal. Hier komen ze binnen. Dat is 17 seconden op Pinot. Je zou kunnen concluderen dat Bernal stijgenderwijs gaat. Simple question. Do you feel you can win this Tour de France? I don't. I prefer to not think about this because it's a really big thing. Bernal. 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 Hij gaat nu wel stevig vooruit. Ze zullen nu toch wel die kaart van deze man trekken, zeker. Hè? Tuurlijk. Ze gaan nu toch niet bezig blijven met nee. Die Welshman. Al die kaart maar boven. 31 seconden winst voor Bernal op Alaphilippe. Nou, wel, dan zeg ik een hele sterke Bernal. Nu gaat Bernal. Wordt hier de Tour in een beslissende plooi gelegd. Nog een seconde voor Alaphilippe. En Bernal gaat nu overpakken. Let the riders know that the race is cancelled and that the times will be taken at the Col de l'Isran. Zonder tegenspraak is dat met de nieuwe gele trui. Veilig ook, zeg. Che sogniamo, sì. La vittoria del colombiano Egan Bernal è straordinario. Egan campeón. Colombia te ama, Egan. Colombia te ama. Thank you so much. Enjoy it, man. Ja, nog één ding uit de Tour. We moeten het aankaarten, Wout, jammer genoeg. Die val in Po. Hoeveel keer heb je die bocht nog gereden? Dat is een goede vraag. Ik heb er natuurlijk al af en toe wel aan teruggedacht, maar... Ja, op een gegeven moment is het wat het is en dan ben je terug met de dagelijkse dingen bezig. En momenteel is dat om terugrenner te worden. Dus het is niet zo dat ik er elk moment van de dag aan denk. Nee. Maar goed, we gaan je terug meenemen naar dat moment. Pak je te veel risico? Ja, ik denk... Ik neem de bocht niet, anders valde niet, want er zijn er 100 andere of meer dan 100 andere wel doorgeraakt. Maar de aard van de blessure, daar kan ik absoluut niet zeggen dat ik daar fout aan heb. Nee, ik bedoel, die dranghekken staan daar niet zoals ze horen te staan. En dat zorgt ervoor dat die blessure zo ernstig is. Hè? Ja. Had je onmiddellijk door, dit is serieus? Ja, in de eerste reactie was ik heel hard in paniek. Ik zag natuurlijk een heel groot gat in mijn been. Terwijl op het moment dat ik viel, moet ik zeggen, ik dacht dat ik wegschoof. Ik had totaal niet in de gaten wat er net gebeurd was. Dus ik schrok heel erg als ik die wonden zag.
En ja, ik kreeg dan direct morfine toegediend. Werd gevraagd of ik mijn voet nog kon bewegen. En dan weet je natuurlijk wel van... ja, dat ze zien toch dat dat allemaal niet goed is. En wat ik nog altijd heel jammer vond, is dat dan mijn eerste diagnose eigenlijk allemaal bleek mee te vallen. De operatie goed gelukt. Ik kon de dag en al met krukken stappen. Ja, tot ik in België kwam en terug helemaal onder nul zat. Dus dat was de zwaarste klap uiteindelijk. Mm-hmm. Dat moet je dan ook nog hebben als coureur. Je moet geluk hebben waar je valt, als je valt. Dat daarnet een goed ziekenhuis en goede artsen in de buurt zijn. Zeer belangrijk en gelukkig is alles aan het goed komen en zal alles ook goed komen. Maar als je ziet die valpartij, ja, iedereen gevreesd onmiddellijk het ergste natuurlijk. Als je dat ziet, die beelden allemaal. Maar als dat, we gaan nu naar de positieve kant gaan. Als het dat er niet zou geweest zijn, waar was hij aan bezig? Hè? Hij was gelanceerd, man. Hij was gelanceerd. Hij ging nog wat laten zien dit jaar. Hè? Wereldkampioen. Misschien nog kunnen worden, het parcours die hem paste. Wat tegenslag kan zijn in een mensenleven. Hè. En dat zal allemaal goed komen door een lange revalidatie. En hij zal er weer al, wat het gezegde is, sterker uitkomen. Maar veel sterker moet hij niet meer worden om eruit te komen. Want hij zal... Ik denk dat hij een fantastische einde seizoen zou gemaakt hebben. Hoor. Einde seizoen. Ja. Dat was mijn einde carrière. Ja, dat was maar een einde seizoen. Want als je ziet wat die deed... Allee. Het is straf hoe een domme val je 8 tot 10 maanden kan kosten. Hè? Ja, door gewoon. Jij keek ook niet, hè, toen we de val toonden? Nee, omdat je zelf weet wat een valpartij is. Oké, je hebt er wat schammetjes en zo, maar zo'n valpartij is dan wel iets helemaal anders. En als ik dan las wat de blessure werkelijk was, een scheur van 21 centimeter, dan schrikt je wel. En daarom dat ik gewoon niet meer wil kijken. Allee, dat ik het niet meer wou bekijken, omdat gewoon... Zo vies is dat. Oké, we hebben het getoond omdat het een jaar over zich is. Maar nu is het voorbij. Hè? Nu kijken we enkel nog vooruit. Alberto Bettiol wint de Ronde van Vlaanderen. En Mes Pedersen wordt wereldkampioen. Dat zijn twee namen, denk ik. Als je voor het seizoen naar een boekmaker stapt, je zet daar 10 euro in op. Op allebei, dan zijn we een rijke mens. Ja. Is Mes Pedersen voor jullie een verrassing? Ja, het is zeker een verrassing, maar... Ik denk toch dat we van Pedersen misschien toch in zijn carrière, doorheen zijn carrière, nog af en toe zo'n dag kunnen verwachten. Dat hij, het is bij de jeugd ook altijd echt een supergroot talent geweest. Veel gewonnen en gewoon een heel sterke kerel. Bettiol is misschien een ander verhaal. Maar ja, dat maakt toch het wielrennen ook mooi. Ik was ook naar dat WK aan het kijken. Eerst denk je, Van der Poel wint hier, vingers in de neus. Dan worden van hun stoel geblazen met wat er gebeurt, dan denk je, ja, nu ben Trent in, kan niet mislopen. Ja, dat is het mooie, die onverwachte wendingen. Dat is knap om te volgen. Anders zou het ook niet meer leuk zijn als alles voorspelbaar was. Ja. Als we dan één mindere prestatie van de Belgen dit jaar moeten aankaarten, dan is het misschien wel het WK geweest, hè, Remco? Doel. We hebben nooit meegespeeld voor de titel. Nee. En het... hoe moet ik het zeggen? Het meest ambetante was de niet-communicatie hebben. Op het moment dat Phil valt, beginnen ze van voor te rijden. Maar ze wisten niet dat Phil gevallen was en dat ik hem aan het terugbrengen was. En we hadden op het moment dat we vertrokken een minuut en een half achter. En we komen tot op 10 seconden. Maar er werd altijd barrage gemaakt. Dus ik heb mij volledig leeg moeten rijden om terug te komen. En Phil kreeg die laatste 10 seconden, sorry, niet meer dicht. Dus dat wil zeggen dat dat echt een pechmoment was. En op dat parcours werd elke inspanning afgestraft. Ja, en vooral die weersomstandigheden. Ik denk in zo'n weersomstandigheden, als je 1 cartouche verspeelt, dat is de laatste, dan is het gedaan. En dat was bij mij direct het geval. Bij Mathieu en Trentin was dat ook het geval, denk ik. Die hebben zo hard gereden om naar die kopgroep te rijden dat gedaan was daarna. Je moet er echt voor gemaakt zijn om in zo'n weer te rijden. En ik denk dat de Denen daar echt een enorm voordeel in hadden. We gaan nog eens kijken naar Mes Pedersen, die wereldkampioen wordt in een goede minuut. Trentin met Mathieu Van der Poel als Kon Pedersen kun. Wat is die Van der Poel een kanje? Oei, wat gebeurt er hier? Mathieu Van der Poel, hier is de muur. Hier is de muur. Bots.
Kuhn doet ze nog eens pijn. Pas komt ooit andermaal. Kuhn zorgt ervoor dat hem inderdaad in de medaille zit. Trentin doet dat uitstekend. En daar gaat hij betrekken. Heeft hij voldoende power, heeft hij voldoende snelheid om Petersen af te houden. En Petersen komt hier eroverheen. Het is toch niet waar zeker? Het is toch niet waar zeker? Mats Petersen is wereldkampioen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Van de ene verrassing naar de andere. 1 Petersen, 2 Trentin, 3 Kuhn. Mannen, mannen, mannen lief. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. We gaan afronden en we gaan dat doen met een paar wensen. Eddy, wat wens jij Remco en Wout toe in 2020? In de eerste plaats Wout dat hij terug de oude wordt. Hè. Dat hij echt met zijn volle capaciteiten kan meedingen voor de overwinningen. Waar zeker en vast zal uitkomen. En Remco, ja, ik zou hem graag zien rijden. Niet te veel koersen, niet te veel. En een grote ronde en dadelijk eruit al. Een rit, dat zou ik graag hem zien doen. Olympische medaille mag ook. Hè. Ja, maar dat komt nog ook. Dat twijfel ik helemaal niet aan. Maar ik zie hem meer dan het ronde werk. Dat is mijn droomrenner voor de Ronde van Frankrijk te winnen ooit. En dat zie ik hem, dat wens ik hem toe. Ja. Merci. Remco, wat wens jij Wout toe? Hetzelfde wat hij zegt. Gewoon dat alles enorm goed kan evolueren. En dat hij die grote klassieker volgend jaar, als hij er gaat staan... Anders niet, anders het jaar daarna, dat hij die eens mag binnennemen. Ja. En omgekeerd, Wout? Ja, ik denk, Remco steekt het niet onder stoelen of banken, maar de Olympische Spelen zijn grote doel. En als we dit jaar gezien hebben hoe hij kan toewerken naar zijn doel, dan wil ik hem alleen veel geluk wensen, want van zichzelf zal het wel komen. Hij gaat er helemaal klaar voor zijn en dat hem geen tegenslag mag krijgen. Okay. Mag ik jullie danken om tijd te maken in deze periode van het jaar? Heb jij een wens voor ons? Ja, ik heb een wens voor jullie. Ja. Wat ik jullie alle drie toewens, is een goede gezondheid. En dan weet ik dat bij jullie overwinningen gaan komen. En dan weet ik dat bij Eddy geen overwinningen gaan komen. Dank je wel, dames en heren, om te kijken naar deze special van Vive le Vélo wielerjaaroverzicht 2019. We zijn er terug in het voorjaar met 4 nieuwe uitzendingen in de aanloop naar de ronde. Vive le Vélo, leven de ronde dan. En u merkt, als je zo een uur praat met deze mannen, dan gaat een uur heel snel voorbij. En zijn er ook heel veel prestaties van het afgelopen jaar niet gepasseerd? Wel, die krijgt u allemaal te zien in de eindgeneriek. Vive le Vélo en heel graag tot in maart. Oh man. Don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, but keep your feet on the ground. You're a storm, and I'm a merry darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground.